Gaan we eens een goed gesprek voeren hier aan tafel, jij en ik. Oh, en waar gaan we het dan over hebben? Over alle poesjes die buiten lopen. Over je ontstoken oortje. Doe naar bibberen. We hebben Tip in het Walhalla van Tip zitten we. Allemaal hondensnoepjes. Ja, ik vind het wel heel mooi. Mooi, hè? En dan lopen ze even allemaal na. Grote botten. En, ja. Oh ja. Die... Oh, loopt nog even die kant op. Oh ja. Nee, het is het toch niet. Ook niet. Nou, waar zijn we? Bourgogne-sur-Mer. Dan zou je denken, waar is dat dan? Is dat Bretagne? Of is dat bij Le Land in de buurt? Want het is zo'n groot strand. Kijk. Non. Niets is minder waar. Het is in Nederland. Ah, c'est pour une putte. À la Rocagne. En je weet het, hè, jongens. Wie zong er ook weer een liedje van? Gerard Cox. Gerard Cox. Rocagne, badplaats zonder franje. Ja. Bonjour. Bonjour. Ja, binnenkort weer naar Frankrijk. En als het goed is, worden we dan officieel eigenaar van ons huis. Hopelijk. Ja. Maar inmiddels wel al wat dingetjes geregeld, hè, gelukkig. Onze spulletjes voor de satelliet, internetverbinding, bla bla bla, ligt al in Frankrijk. Vraag niet hoe. Nou, in ieder geval met dank aan René en Ria. Top jongens, dat jullie dat gedaan hebben voor ons. In twee etappes helaas. Ja, ze hebben het afgehaald voor ons bij het plaatselijke postkantoortje. Ja. Deel 1. Deel 1 en deel 2 was bezorgd, hoe logisch, in Parijs. Op het postkantoor ergens. Ja, een zoiets. Postkantoor. Ja. En we dachten van jeetje, hoe gaan we dat op de goede plek krijgen. Maar dat wonder wel. Ja, met Chronopost, met... bellen en een beetje track and trace is het toch gelukt. Hadden we toch een jongen die ons wilde helpen. Die zei, oh, ik zie het al, het pakketje ligt helemaal niet in de buurt, joh. Dat ga ik regelen voor jullie. Ja. En het is geregeld. Ja. Dus kunnen we wel wat in Frankrijk, hoor. Alleen het installeren hebben we nog geen afspraak voor. We hopen natuurlijk dat dat heel dicht bij de aankomst van ons is daar. Want anders zitten we zonder, zijn we niet bereikbaar. Dus dat is niet water, stroom hebben we ook geregeld. Water bij de plaatselijke waterboer. Ja. En stroom van de EDF, dus dat is ook mooi. En dan, de pas voor de conteneurs, voor de afval. Afval, de poubelles. Voor de Dordogne heb je een pasje nodig. Tenminste, waar wij zitten, we hebben geen vuilnisbakken of zo. Maar dat zijn allemaal wat je in Nederland ook hebt. En misschien wel steeds meer gaat krijgen. Van die ondergrondse, nou deze staat trouwens bovengronds. Ja, maar je moet hem wel openen met een pasje. Je moet hem zijn bovengrondse containers. Ja. Dus dat is ook geregeld. Nou ja, jij zei dat kon wel lang duren, hè, voordat we die pas hadden. Ja, er stond enkele maanden. Nee. Maar ja, goed, lijkt me ook sterk. We zien het wel. Even naar de burgemeester, want die had ook al gezegd... Oh, moet je nu ergens je afval kwijt? Dan, dan regelen we wat. En voor de rest... zijn we aardig op dreef. Ja. We zijn op dreef, dus het komt goed. Bonjour. Maak maar een herrie weer. Le vent. Oh, oui. Beaucoup de vent, hey. Nee hoor, zonder gekheid. We zitten in de... niet meer. Ja, wil Ardennen, hè? Ja, maar dit is wel Frankrijk. Ah, maar de Franse kant. En op onze strooptochten met de... minicamper. We zijn een beetje melig vandaag. Hebben we weer wat bijzonders ontdekt. We laten het jullie even zien. Nou, daar komt-ie hoor. Gewoon langs de kant van de weg. Niks aan het handje. Vinden wij een of ander. Wat is het nou? Oh, maar wel een bijzondere. Ik zie een soort boom met twee wilde zwijnen. Ja, wat bijzonder. Oh ja, aan onze helden. Kijk nou, wat een bijzonder. Ja, dat zie je toch niet. Kijk nou, twee wilde zwijnen. En dan hebben ze... Maar is dit nou steen of hout? Ja, het is hartstikke steen. Wat een bijzonder monument. Oh, de wind. Sorry mensen. Gek monument, zeg. Jeetje. De wind is ter ere van deze mensen.
Dat is bijzonder. Op. Ze staan op de bomen. Oh. Hier 20 jaar. Weet je? Ik zeg dat hij 20 was. Hè? Nee. En de Franse Ardennen zijn toch ook wel heel mooi hoor. Nou, hè? Zo? Ervan? Heb je mijn nieuwe schoenen al gezien? Nee, ja ik wel, maar de kijkers denk ik niet. Mijn nieuwe Mindles. Ja, mooi. Je wandel, je lichte wandelschoen. Heel licht. Ja. En het loopt heerlijk, zei je. Ja. Nou, dat weten we ook weer. Mij ook. Ik heb ongeveer 3 dezelfde paar gekocht. En, echte vent, hè. Weinig fantasie, maar ze lopen zo lekker. Dus ik ben gewoon aan mijn tweede paar bezig nu. In dit riviertje, ik zal het zo even beter filmen, mag je... Wat was het? Zalmforellen. 2 zalmforellen per visser per dag. Ja. Meenemen. Vangen. Kijk. Hartstikke leuk, maar moet je kijken. Overigens zitten we vlakbij Orval. Nou, dat gaat prima vis hier. Eens kijken of wij een forelletje bij Orval kunnen eten dan. Oh, dat lijkt me leuk. Hebben we nu toch weer aan onze fietsbel hangen. Weer iets gekkigheid in de Ardennen. Oeh, wat een wind. Jeetje. Bijzonder, hè? Heel bijzonder weer. Dat je het er allemaal niet tegenkomt hier. Moet je kijken. Al die plaatjes. Oh jongens. Wat bijzonder, jongens. Dit is het kanaal. Ik ga dadelijk even opzoeken hoe het heet. Ja, in ieder geval heet deze Écluse Saint-Aignan. Ja, en je gaat door een tunnel heen. Dat is natuurlijk fantastisch als je vaart. Hij is uit 1882. Dus even inzoomen. 1882. Geweldig. God, we hebben een leuk gezicht, hè? En moet je kijken hoe die wanden zijn, Do. Dat is helemaal verweerd. Ja. Ook van tocht, hè? Zo, is gewoon nat. Kijk eens. Even gewoon af. Ongelooflijk. Er staat wel een windje in de tunnel, hoor. Nee, Tipje. Hé, hey, Tip, ga niet het water in. Nee. Kijk eens. Oh. Fantastisch, hè? Hier woont iemand op nummer 19. Waar? Ah. Waarschijnlijk iemand met tunnelvisie, do. Ja. Grappig voor de tunnel. Het is niet dubbel. Ja. Oh nee. Oh ja hoor. Hij is weer te water. Je hou je er niet uit. Onmogelijk. Van Sedan. Ja, is mooi.
dit punt. Dit is een monument van de Eerste Wereldoorlog, de Grande Guerre. En hier zijn de laatste doden gevallen, zowel Frans als Duits, van de Eerste Wereldoorlog. Namelijk op 10 en 11 november 1918. En op 11 november is de vrede wapenstilstand getekend in de wagon. Ja, ja, triest. Kijk maar. Over de hobbel. Nou weer beland. Ja, en wat ik ervan begreep. Ja. Ja, zijn het de restanten van een kasteel vanuit de 10e of 11e eeuw. Moet kijken. Alleen het is niet een doorsnee bezichtiging. Nee. Het zijn overal ladders. Moet vertippen, voor lastig. Ja. Nou, wel even kijken. Ja. Maar het is wel heel bijzonder. Ja, 50 meter. Oh, een soort van kasteelachtig iets. Maar dan, anders. Dan hebben we een geluidje op. Ja, maar kijk, je hebt wel ook steen daar, hè? Ja, ja. Nou, gaan ze even koekeloeren hoe dat precies zit hier. Heel bijzonder. Als je dit ziet. Goh, een soort, ja, rots lijkt het wel. Maar ook weer niet. Hier heb je muren. Grappig zeg. Ja. Best hoog. Daar staat ze. Ze heeft hem gelocht hoor. Er zit hier een geocache verbonden. Verstopt. En hij viel niet mee. Laddertjes. Heel gedoe in ieder geval. Knap hoor. Kijk maar uit dat je er niet af lazert. Nou, wij gaan weer door richting Fris. Doe even je veters vast. Is het Polygoonjournaal? Wat zijn veters in het Frans? Geen idee. Gaan we opzoeken. Nou, dat zit wel onder in de commentaren. Goedemorgen. Goedemorgen. Deze morgen weer een dag verder. En ze hadden wel gezegd dat we eigenlijk in Muno zitten. Nee, alleen maar bekende plek zijn we. Ja. Ik weet niet of je het kan horen. Vogeltjes. Zonnetje. En het is heerlijk weer hier. Ja. Wat ging je ook weer zeggen? Nou, dat we tegen elkaar zeiden, jeetje, we wonen al bijna een heel jaar in de camper. Ja, oh ja. Non-stop eigenlijk. Ja. He? Geen overnachting overgeslagen. Nee. En eigenlijk heel, heel bizar, want ieder mens gaat wel op vakantie natuurlijk. En die, je pakt het vliegtuig en voor mij ga je naar Amerika of Zuid-Amerika, kan wij schelen, Spanje, Italië. Hotelletje, camping, B&B. Nou, helemaal niet, hè? Nee. Ook geen behoefte aan gehad. Alle overnachtingen in de camper. Ja, dat houdt in. Alle overnachtingen, alle douchebeurten. Ja. Nou ja, uit eten, dat doen we regelmatig. Dat hebben jullie gezien. Ja. En wat ik me bedacht is, persoonlijk, ik heb niets gemist. Nee, ik ook niet. Ik bedacht me, wat heb ik dan gemist, hè? Als je dan denkt van, wat heb je in een huis? Ja. Ja, misschien lekker lang douchen of zo? Ja, ja, oké, dat is lekker. He, ja. Denk ik. Doe maar hier iets minder lang. Ja. Ja, dat is het eigenlijk wel zo'n beetje. Spullen, alle kleding hebben we bij ons. Ja. De fietsen. Autootje. Auto. Ik kon me niet bedenken wat ik nou gemist zou moeten hebben. Nee. Dus met andere woorden, als je nog twijfelt van hoe is het leven in een camper. En je zou dat aan ons vragen, dan zouden wij zeggen, nou doen. Ja, hartstikke leuk. Een beetje, ja, wij hebben natuurlijk wel een grote camper. Dat is misschien dan wel, ja, natuurlijk waar. Maar ja, ik denk dat Maatje Kleine ook wel zou kunnen. Joh. We hebben niet altijd zo'n camper gehad natuurlijk. Nee, oké, maar dit is de enige camper waar we echt non-stop in gewoond, ja, hebben. Ja, dat is ook zo. Ja. Waarom heb je dan een huis gekocht? Ja, dat is een moeilijke vraag. Dat weet ik niet. Hé, hey, wat kom jij doen? Ja, ook weer leuk, denk ik. Eigenlijk iets wat we
al van jongs af aan wilde, denk ik. Lekker ergens in de natuur, niet per se Frankrijk of zo, maar gewoon... Ja, mooie natuur. Vrij wonen, ja, en ik denk toch dat we ook toch wel veel blijven reizen, hoop ik. Ja, dat is één ding wat zeker is. Ja, want... misschien nu komende tijd wat minder, omdat je toch wat aan het huis moet doen. Ja, we zullen niet zoveel vlogs dan maken als we dat aan het doen zijn. Nee. We gaan van het klussen sowieso geen vlogs maken, ga ik nu al zeggen. Af en toe misschien een fragment. Ik ben gewaarschuwd, hè? Er komen geen klusvlogs hoor. Nee. We vinden het reizen toch het leukste, dus we proberen een goede balans te vinden tussen reizen en... laten we zeggen, meer reizen dan klussen. We hadden al gezegd dat het klusvlogs met Rick niet heel leuk zijn. Nee, dat is misschien wel weer... een apart genre. Hoe word ik chagrijnig tijdens het klussen? Niet veel voor nodig. Nee. Dus eigenlijk helemaal niks voor nodig. Bij de gedachte alleen al vind ik het al hopeloos. Maar gelukkig zijn er mensen die daar heel goed in zijn in klussen. Alleen je moet ze ervoor betalen. Die heten aannemers. Zoiets. En klusjesmannen. En klusjesmannen. En in Frankrijk heet dat artisan. Nee, artisan. Artisan. Misschien tot later of misschien tot de volgende vlog. Dat weten we eigenlijk niet. Dus we zeggen... A biento. A biento.